We gaan indoor skydiven, dat is echt fucking vet. We gaan voor die salten. Dat drie dubbele. Kijk. En wij gaan zo meteen uitleggen hoe een mobiele telefoon werkt. Hebben jullie er een beetje zin in? Kijk naar mijn oren! Hallo, hallo. Ik ben Mitch en welkom bij de tweede online video van de wereld volgens 80-jarigen. In deze video geef ik je een kijkje achter de schermen van het programma en leg ik een mediafragment van nu aan de ouderen voor. Famke Louise. Op me money. Ja, vind ik leuk. Pikant. Je ruikt wel een beetje van pikant. Ik wel. En in de vorige video hebben de ouderen zich al voorgesteld. En in deze aflevering komen de andere jongeren en ik het huis in. Dus nu even een snelle voorstelronde en dan kunnen we beginnen. Ben je er klaar voor? Hoi, mijn naam is Katja. Een hele goede dag allemaal. Mijn naam is Bastiaan. Hoi, ik ben Gentle. Yo. Ik ben Mitch, ik ben 26 jaar en ik kom uit Rotterdam. Ik heb mijn eigen kanaal Busdrive en morgen ga ik dus naar het huis van de 80-jarige. Ik ben ontzettend benieuwd wat ik daar ga meemaken. Ik ben wel een beetje zenuwachtig eerlijk gezegd, want ik weet totaal niet wat ik kan gaan verwachten. Maar ik heb mijn tas al ingepakt en morgen ga ik dus op de motor daar naartoe. Nou, ik ga het in ieder geval allemaal meemaken. Doei! Ik ben aangekomen bij het huis. Ik ben eerst met mijn motor gekomen. Die andere jongeren, die zijn er nu al. Is daar een jongen? Ja, hallo. En nu dus even wachten. Spannend wel. Ja. Nou jongens, het hoge woord is eruit. Ik mag me eindelijk gaan klaarmaken. Dus ik ga weer even mijn helm op doen. En op de motor springen. En dan kom ik aanrijden natuurlijk. En dan ga ik zo, woep, het huis in. Dus nou, laten we dat maar gaan doen. Nou, we zijn in het huis. We zijn hier naar binnen gekomen. En het is echt fantastisch. Dit huis sowieso is de eerste echt super mooi. En die ouderen die zijn zo super schattig. Oké, ik zit dus weer met het web en Joker. En wij gaan zo meteen uitleggen hoe een mobiele telefoon werkt. Hebben jullie er een beetje zin in? Ja, Instastory. En vooral de filters die daarbij horen. De mondfilter. Kijk hè. Jij hebt ook dood van jezelf. Oké, ben je een soort van vosje? Kijk met mijn oren! Dank jullie wel en we gaan zometeen nog allemaal leuke andere dingen doen, hè? Leuk! Oké jongens, we hebben net van Victor Brandt een opdracht gekregen. En Joker mag zeggen, wat gaan we doen? We gaan indoor skydiven. Ja, we gaan indoor skydiven, dat is echt fucking vet. Zometeen gaan de ouderen en de jongeren dan echt indoor skydiven. Maar nu eerst de mening van 80-jarigen. Oké jongens, wij gaan in deze video gaan we jullie muziek van nu en fragmenten van nu voorleggen. En dan kijken wat jullie daarvan vinden. Ik ben heel erg benieuwd naar jullie mening. Even kijken. Famke Louise. Op me money. Oké, daar komt ie. Even wat gezien nou een keer. Oké, oké. Op leuk meisje. Moet hij zo zacht? Ja, wacht voor ons wel. Ietsje zeggen. Wat hebben jullie nu gezien tot nu toe? Nou, gezien alleen dat meisje, maar ik vond het ritme wel even lekker. Ja, u vond het ritme wel lekker? Het ritme vond ik wel lekker. Ik vond het een hele leuke clip om te zien. Leuk, fleurig. We zien haar zeg maar zo staan, een beetje over de bar leunend. Ja. Hoe, wat vinden jullie daarvan? Ja, vind ik leuk. Pikant. Je ruikt wel een beetje van pikant. Ik wel. Lekker, ik check, lekker ritme. Kijk eens, leuk hoor. Met die lange vlechten. Leuk ja, meisje. Leuk meisje, maar een leuke mond. Ja. Wat wil je hiervan? Dat ze met haar middelvingers staat ze in de lucht een beetje. Ja. Wat vind je daarvan? Ik hou niet van je of zo. Of nee, agressief. Van, ja, een beetje van een weg jij. Weet je, dit is voor mannen. Middelvinger. En dit is voor vrouwen. Oh. Twee. Wat doet hij met maar wat doet hij met die twee vingers dan? Kun je dat nog even uitleggen? Ja! Wat is het verschil erin? Weet je niet? Nee? Muts. Goed, dat heb ik niet Weet je dat zeker? Ik snap hem nu pas. Nee, ik snap hem nu pas. Wist je niet, hè? Ja, nee. Ik heb nu ergens een beetje het idee dat eigenlijk met, zeg maar, dat een vrouw dan twee openingen heeft of zo. Ja. Oh, wel, ja! Oh, dat bedoel je? Oh. Dat noemen ze toch grof een muts. Maar die middenvinger, dat is toch voor als bij mannen dan. Mannen, nou dat is één en vrouw is twee. Agressief. Ja, dat is fout gedaan. En jij Je zet je middenvinger op.
Als het begint met zingen, dan kan je meezingen. Al die boys, jij zij willen mee. Maar dat gaat niet zo makkelijk. Ik ben op mijn money, but is it the way. Maar we staan niet zo raar, wat ben ik. Ga helemaal los, helemaal los. Dat is top, jongens. Moet even tegelijk. En dan zo? Ja. Leuk meisje. Nou, hoor je dat, Swamke? Je bent goedgekeurd. Indoor skydiving. Ja, dat is, we gaan indoor skydiven, dat is echt fucking vet. Hebben jullie een beetje zin in? Gaan jullie dat doen sowieso? Ja, ik ga het sowieso doen. Ja? Ja. Hup, de beurt erin. Ja, ja. Ja. Nou, dan. Pas, ja. Nou jongens, daar gaan we dan. Skydiven. Yo, skydiven. Het wordt super spannend, Nina. Jongens. Oh, hoe het met de dames gaat. Nou dames, daar gaan we dan. Ben je een beetje gespannen? Ja, heel erg gespannen. Nee, joh, niet, joh. Niet? Nee hoor, ik weet niet hoe we dat wel doen. Nee, jawel joh. Nee joh. Nee, joh. Nee joh, ben je gek toch? Dat is voor jongelui joh. Ja. Het is wel vet. Niet afgeschrikt. Schrik je gauw hoor. Maar dan wel gaan voor die salten. Dat wil drie dubbele. The spirit. Yeah. Een beetje gespannen wel? Ja, wel een beetje, maar ik vind het wel leuk. Ik heb stoer hoor. Nou guys, we zijn er klaar. Ja. Hoe was het? Dit was vet. Super vet. Heel vet. Ik zou dit oprecht gewoon echt goed willen trainen. Het lijkt me echt super leuk. Vond dit om het zo te zien? Was het leuk? Ja. Je zat wel echt op de eerste rang, hè? Dit is zo nieuw voor mij. Zo nieuw. Nou, wij zijn thuis. Het voelt echt best wel lekker huiselijk. Dan zit je deze avond opeens met allemaal vrienden. Ja, ongemakkelijk. Ja, en vooral die burgers hier waar je helemaal geen zin in hebt. Deze belang. Nou, dan gaan we op zoek naar eten. Eten? Nou, dat was dus mijn eerste dag in het huis. Ik hoop dat jullie hebben genoten. En dan zie ik je volgende week bij de volgende video. En dan zoals Egbert zou zeggen, dag dag. Dag dag.